Ja, beste mensen, we gaan nog steeds microfoon gebruiken omdat we dit opnemen voor het nageslacht. Dat betekent ook voor jullie belangrijk als je straks een vraag of een opmerking hebt. Wacht even, dan kom ik naar jou toe met de microfoon. En het zou sowieso leuk, soms relevant zijn, als je je ook kan voorstellen. En vooral, ja, student, ondernemer, wetenschapper. Dan weten we beter dan, oh ja, vandaar die vraag. Nou, deze sessie duurt hooguit een uur. Hopelijk korter. En het gaat over de Stadslandbouw Academy. En we beginnen met ongeveer een 20 minuten presentatie. En daarna kunnen jullie vragen stellen of een opmerking maken. En ik ga daar zitten, ik ga ook aantekeningen maken. En niemand minder dan Arun Swami Persoat gaat ons vertellen wat hij gaat doen. Zou je alsjeblieft op willen komen, Arun? Ja. En dan ga ik je netjes voorstellen. Ja, kom maar op. Ja, ja, ja. En correct me if I'm wrong. Projectmanager Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. De zogenaamde AMS of AMS Institute. En ook Wageningen Universiteit is er ook bij betrokken. Weten we genoeg om jou nu de ruimte te geven om te starten? Ja, ik denk het wel. Oké, okay, ja, mooi. Anders zijn er straks vragen. Oké, okay, mooi. Ik ga daar zitten. Ja. Ja. Goed, goedemiddag. Mijn naam is dus Arun Swami Persoat. Het is vandaag 20 juni 2023 en ik ben jarig. Ja. Ja. Ik heb dus ook voor mezelf een bloemetje meegenomen. We hebben het net gehad over stadslandbouw anno 2023. En ik ben vandaag 53 jaar geworden. En ik wilde graag jullie vertellen hoe ik de afgelopen 50 jaar vanuit mijn achtergrond bezig ben geweest met stadslandbouw. Ik ben geboren dus in 1970. En in 1975 kwam ik net als heel veel andere Surinamers naar Nederland. En op het moment dat je dan in Nederland komt, wij kwamen in november aan, was het hier heel koud. En dan begin je te integreren. Mijn ouders die studeerden hier. En wat je dan merkt, ook al ben je 5 jaar, is dat je eigenlijk best wel heimwee hebt. Heimwee naar de zon, naar de warmte, maar ook heimwee naar je eigen eten. En wij kwamen hier, dus wij leerden andijvie en boerenkool eten. En we leerden ook raapsteeltjes. Tegenwoordig kan je nergens raapsteeltjes meer vinden, maar dat maakte mijn moeder heel vaak. Met Surinaams eten. Dus dan aten wij rijst met raapsteeltjes en dan de vis of vlees of andere proteïne. Maar op een gegeven moment gaan die raapsteeltjes je de keel uithangen. En wij kwamen dus erachter dat er eigenlijk hier in Nederland ook wel groenten te vinden waren die heel erg leken op de groenten die hier die wij uit Suriname kenden. En ik weet niet of dit mag, omdat het heel erg knispert voor de microfoon, maar goed. Een van die groenten die eigenlijk hier heel goed te vinden was, is klaroen. In het Hindoestaans noemen we dat chaurya. Volgens mij wordt het ook wel Chinese spinazie genoemd. En waar kon je dat vinden? Dat was heel gênant voor mij als kleine jongen. Mijn ouders gingen dan naar bouwterreinen. En dan zagen ze soms dat die klaroen die groeide gewoon daar in het wild. En dan moest je met een vuilniszak en wij mee. En dan moesten we die groenten plukken. En dan was het ook heel vervelend als dan een meisje dat je heel leuk vindt op school dan ook nog langs fietste. Want dan stond je daar met je ouders groenten te plukken. Dus dat was heel vervelend. Wat je ook zag was dat die groenten eigenlijk ook langs de akkers groeiden van allerlei bedrijven, hè, waar mais was. Dan werd er, kon je daar ook klaroen, bitterblad, komawiri, zoals dat in Suriname, kon je daar ook vinden. En dan gingen we dan ook plukken. Op een gegeven moment begonnen boeren te spuiten. En dan kon je het niet meer vinden. En toen was er dus een probleem. Het probleem was, dan moesten we weer gaan raapsteeltjes gaan eten. Wat er eigenlijk toen gebeurde, en ik ben nu jaren 70, jaren 80,
is dat er eigenlijk mensen zeiden van nou, als het groeit kun je het ook wel zaaien en kun je het gaan planten. En dat waren vaak oompies, mensen die wij in de familie of in de kennissenkring tegenkwamen. En die hadden dan één volkstuintje en later twee volkstuintjes en later drie of vijf volkstuinen. En die begonnen die groenten te verbouwen. En dan had je vaak heel veel. En dat kon je dan bij hun kopen. Dus dat stukje stadslandbouw is niet iets wat nu nieuw is. Dat is iets wat ik tenminste uit mijn eigen jeugd heel erg goed kende. Nou, even een stapje naar de jaren 90, 2000. Dat is het globalisatie. En op een gegeven moment was het eigenlijk vluchten en logistiek. Net de vorige spreker had het over logistiek. Was het eigenlijk veel goedkoper om die groenten gewoon in Vietnam of Costa Rica of uit Suriname te verbouwen en hier naartoe te brengen. Dus die volkstuinders, die mensen, die bleven wel bestaan, maar was eigenlijk heel veel goedkope groenten uit het buitenland, van verre ketens, lange ketens. Dus dan kwamen dat met lucht, meestal luchtvracht, die hier naartoe werden gebracht. En dan lag het hier op de markten en de toko's. Dus wij konden ook weer, hoefde geen raapsteeltjes, die kon je tegen die tijd niet meer kopen. Die waren, ik weet niet wat er mee gebeurd is, maar die kun je niet meer kopen. Maar je kon wel weer gewoon die Surinaamse groenten. Wat we wel al op een gegeven moment merkten, dat die groenten niet helemaal vrij, behalve de lange kilometers, niet vrij van allerlei bestrijdingsmiddelen waren. Er zaten ook veel resten op. Dus wij komen dus nu in een periode waar die groenten eigenlijk steeds duurder zijn geworden. En eigenlijk als ze überhaupt niet meer ingevlogen kunnen worden. Dus moeten we weer naar een situatie waar de oompies, de mensen die volkstuintjes hebben, die zouden we eigenlijk weer terug willen brengen en in de kracht willen zetten in de stad. En daarvoor hebben we eigenlijk die Stadslandbouwacademie opgezet. Dat doen we samen met Venso, de vrijwilligersorganisatie in Amsterdam-Zuidoost. Venso heeft een burgerschapsacademie. En met de burgerschapsacademie willen we eigenlijk mensen in de kracht zetten. De burgerschapsacademie is voor mensen uit Zuidoost en door mensen uit Zuidoost. Ik denk dat in Zuidoost er heel veel mensen zijn die heel veel kennis hebben van hoe je deze groente en ook andere groenten verbouwt. En dat doen ze al 50 jaar. Het is niet iets wat zij vandaag of gisteren hebben uitgevonden. We willen eigenlijk kijken of die mensen andere mensen weer kunnen inspireren en opleiden. En er zijn ook al heel veel initiatieven van mensen die als coach of als trainer optreden van mensen die met stadslandbouw aan de gang zijn. Iets heel moois zou zijn als wij de mensen die nu ook op leeftijd zijn, ook dat de kennis die zij in de afgelopen 50 jaar hebben opgedaan, als ze die ook kunnen overdragen naar de volgende generatie, zodat zij deze groenten kunnen telen. Ik ben opgegroeid in een tijd waarbij bij ons op het bord lag altijd enige koolhydraat, rijst of pasta of aardappelen. Een flinke portie groente en enige proteïne, vlees, vis of soja. Ik denk dat we heel veel mensen nu in Zuidoost zien die vanochtend ben ik naar de markt een kraaiennest gekocht. Dus ik koop zo'n bosje groente voor 5 euro. En dat is eigenlijk ondanks dat het nu zomer is en dat het een mooie, goede tijd is en dat er dat dit eigenlijk betaalbaar zou moeten zijn, is dit vrij duur. Dus als ik de keuze heb en mijn inkomen is niet zo hoog om dit te kopen of een diepvriespizza, dan is die keuze voor bepaalde mensen toch in die kant van, naar de kant van de diepvriespizza gegaan. En dat is een eetcultuur of een eetpatroon die we onze kinderen weer verder overdragen. Dus ik denk dat wat een van de dingen die wij met die stadslandbouw willen doen, is die mooie groentes die we hebben en die je eigenlijk ook prima hier kan telen, om die weer terug te brengen. En dat patroon of dat culinair erfgoed dat we hebben,
om dat ook door te geven naar de volgende generatie. Iets anders wat ik ook nog wil. Het project wat we doen, of wat we doen, is samen met de wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit. Marcel, die zit daar in de zaal, die heeft volgens mij deze groente ook geteeld. Of daar doet hij nu een test mee. Om te kijken of we met reflectiewarmte van de zon die groente ook langer in het jaar kunnen telen. Dat zijn dus ook mooie ontwikkelingen. Ik zie Alexander daar zitten in de zaal. Die is heel erg bezig met vertical farming. Dus wellicht dat we deze groente ook prima in een vertical farm hier jaar rond zouden kunnen telen. Dus je ziet die 50-jarige traditie, hè, die we toen al hebben, gecombineerd met de intelligentie en innovatie in de stad. Dat is wat mij betreft een hele mooie kans. 25% van onze groenten lokaal geproduceerd. Het is een uitdaging, maar ik denk dat met de kennis die we hebben, met de kracht die we in de wijken hebben en met de innovatie, zouden we toch wel een eind moeten komen. Even kijken, zijn er op dit moment vragen? Anders heb ik heel veel vragen. Ja, even kijken, we gaan als volgt doen. Zoals ik zei, als je opstaat, kom ik naar je toe met een microfoon. Dan kan je jezelf voorstellen en de vraag of opmerking plaatsen. Oké, ik had een beetje een vraag van in praktische zin, zeg maar. Hoe bewerkstelligen dit? Krijgen deze mensen dan een stuk land aangeboden? Want dat is best moeilijk überhaupt om iets te vinden, om iets te verbouwen. Dus dit, zeg maar... Waar zit dan de ondersteuning dat het blijft bestaan, om het zo maar te zeggen? Ik denk dat een van de dingen die best wel moeilijk... We zijn al een hele tijd aan het kijken van hoe kun je nou deze groenten gaan verbouwen. En er zijn gesprekken geweest met de gemeentes. We hebben gekeken naar allerlei voedselgebieden in de stad. Hè, kun je bestaand groen gebruiken om daar voedsel te gebruiken of te verbouwen? Mijn lijn of mijn denken is dat gewoon heel moeilijk is. Ik denk dat op dit moment het vinden van... er is heel veel concurrentie om land in de stad. Iemand wil de sporten, iemand wil zijn hond uitlaten, iemand wil groenten verbouwen, iemand wil deze groenten verbouwen en ander iemand zegt ik wil schorseneren en prei gaan verbouwen. Wat volgens mij... Een mogelijke oplossing zou zijn, is enerzijds om de mensen... Dus ik geloof niet meer in een centraal model dat er één plek in Amsterdam zou moeten zijn waarbij je die groenten verbouwt. Ik denk dat een veel decentraler model, dat je allerlei kleinere initiatieven hebt en die samenbrengt op een platform. Dat zou een oplossing zijn. En een andere oplossing die ik ook zou willen voorstellen of propageren. We hebben het over de landbouwtransitie. En we zien dat er in Flevoland en in Noord-Holland heel veel grasland is. En we zeggen boeren, jullie moeten stoppen. Misschien is dit wel een perspectief waarbij we zeggen van... kunnen we niet die boerenbedrijven samen met burgers die hun eigen groenten willen produceren als prosumer, kun je die niet helpen? Een van de dingen in die stadslandbouwacademie is... Ook hier zien we, er zijn onderzoeken geweest, dat volkstuiners gebruiken veel te veel bestrijdingsmiddelen. En ik denk juist die professionaliteit van de boer, die zou heel goed, een hele mooie combi zijn om gezond en goed voedsel te produceren. Even voor de volledigheid, hè. Hoe gaat het in concreto? Even kijken, er is daar een stukje grond. Kan je inschrijven? Krijgt iets iemand toebedeeld in een stuk grond? Hoe kan je ons meenemen naar dat proces? Ja. Op dit moment de Stadslandbouwacademie is bedoeld om mensen die willen verbouwen in hun eigen tuin. Dus als ik heb mijn eigen tuin, ik heb mijn eigen balkon. Laten we daarbij beginnen. Ja. Ik heb mijn eigen volkstuin. Laten we die volkstuinen met elkaar verbinden. De stap die we maken van hebben we publiek grond... Of kunnen we een boer vinden die zich openstelt of met ons wil samenwerken? Die moet nog gemaakt worden.
Oké, dus er is even voor de volledigheid, er is niet echt een stuk grond waar je daadwerkelijk zeg maar naartoe kan gaan om je eigen spul te verbouwen. Maar je kan bij Stadslandbouwacademie kan je informatie inwinnen. Ja? Ja. Ja. Even kijken. Volgens mij jouw vraag hangt nog steeds in de lucht. Even kijken, nog één keer. Een beetje een antwoord. Zeg maar in Flevoland, ik woon bij de Oostvaardersplassen, ik denk dat u het wel kent. Mm-hmm. Dan heb je een heel groot terrein van kassen. En die staan leeg, want in Afrika is het goedkoper om bloemen te verbouwen. En er zijn dus nu, hebben ze een kas omgebouwd in kleine stukjes. Dus wat u zegt, eigenlijk hobbyisten. En die verbouwen heel veel Surinaamse groenten daar. Ja, klopt. Dus dat is voor u wel een mooie link. Die verkopen ze ook in het kleine winkeltje erbij. Ja. Ik ga er wel eens naartoe, maar ze hebben ook atroa en sopropo, ja. Ja, precies. Ja. En nog wat andere dingen. Dus misschien is dat eigenlijk, het is ietsjes verder dan Amsterdam, maar best wel een goede plek om misschien dat aan te zwengelen. Ik weet het, ook mijn collega's van Wageningen zijn daarbij betrokken. Dus ik denk dat zie ik ook als een goed voorbeeld. Ik weet, we zijn ook op dit moment aan het kijken om een soortgelijk concept of een beetje beter goed gejat dan slecht bedacht, zeg ik. Dus we kijken daar zeker naar om misschien in Osdorp een soortgelijk initiatief te doen ontwikkelen. Ja, even kijken. Ik zag uw hand de lucht in gaan. Ja, ik zal het misschien weer opzetten. Ja. Mijn naam is Mahmoud, ik woon in Amsterdam Zuidoost. Ik ben daar ook actief als bewoner van Groenplatform Amsterdam Zuidoost. En wat ik aan toe wil voegen, waar zijn die ruimtes, die vraag die u stelde? Er zijn wel degelijk moestuintjes die mensen samen kunnen opstarten, de gemeente. Dat heet geloof ik Groen in de Buurt. Dus je kan dus wel degelijk als bewoners samen iets gaan doen. En dat kan dus, het hoeft niet per se alleen maar Surinaamse groenten te zijn. Mensen gewoon in hun eigen buurt kleinschalig groenten gaan telen. Of voedsel gaan telen. En dat ondersteunen wij gewoon. Volgens mij is dat, ik refereer ook naar het onderzoek die jullie hebben gedaan 2 jaar geleden. Daar hebben wij ook geadviseerd dat echt lokaal, in Zuidoost is echt veel groen ruimte. Dat die beschikbaar is. En nu komt er nog bij dat we de hele tunnel bijvoorbeeld is overdekt. Dus aan de flanken zijn heel veel ruimtes die nog 10 jaar leeg blijven. Dus er is best wel heel veel ruimte in Zuidoost om hiervoor beschikbaar te stellen. Alleen dan moeten we dat waarschijnlijk niet alleen opleiding geven, maar ook als gemeente en als bewoners actief gaan zoeken. Waar zijn die ruimtes? En kunnen wij dan mensen aan elkaar koppelen? Even voor de volledigheid. Misschien kunnen jullie allebei antwoord geven. Of misschien weet u het, Arun. Moestuintjes, bijvoorbeeld in Zuidoost. Ja, hoe zal ik de oud-Hollandse vraag stellen? Hoeveel kost dat eigenlijk? Ik bedoel, en is er een wachtlijst daarvoor of niet? Ik weet het op heel veel andere plekken. Die twee dingen, namelijk een wachtlijst. En het kost duur, zeg maar. Dat twee dingen zijn die echt een drempel vormen. Hoe is het daar? Kunt u daar antwoorden of ga ik terug naar Mahmoud? Ik weet dat de wachtlijst is er eens. Ja. Er is ook altijd een soort bepaalde cultuur. Hè, dus je moet er ook bij mogen. Hè, dus dat speelt ook. Maar ik denk, even aansluitend. Maar ik weet niet de prijs. Misschien weet Mahmoud dat beter. Ik ga zo naar Mahmoud. Ja, maar ik denk, ik sluit me wel aan bij Mahmoud. Dit is typisch een initiatief. Die niet Wageningen of zo kan doen. Dit moet de buurt doen. En hetgeen wat de buurt ontwikkelt en produceert, ja, dat moeten we samen op een platform, zodat we vele monden kunnen voeden. Ja, ja. Mijn vraag over de eventueel wachtlijst voor die moest. Ja, en wat kost dat, hè? Altijd. Ik weet niet wat het kost als bewoners, zeg maar, zeggen wij willen hier. En alle andere bewoners ook oké vinden. Dan is er volgens mij vanuit de gemeente buurtbudget. En dan kun je gewoon volgens mij een hekje omheen. En dan maak je gewoon allemaal heel veel arbeid. Dat moet je zelf doen. Dus de start wordt de gemeente ondersteund. Daarna moet je gewoon als... En het is eigenlijk moet je dan zeggen, iedereen is dan welkom.
Dus voor de volledigheid. Dus als u denkt, nou, ik wil eigenlijk in Zuidoost of elders zoiets doen. Dat is het gezicht. Onthoud dit. Ja, hij weet er meer van, denk ik. Dan. Er blijkt ook nog een ambtenaar te zijn die coördineert groen in de buurt. Ja. Dat kan je ook naar vragen. Even kijken, er was een vraag hier. En blijf je hand opsteken voor een vraag of anders een opmerking. Niet zozeer een vraag, maar misschien enige uitleg. Ik ben gemeente Amsterdam, Frank Bakkum is mijn naam, bezig met voedselstrategie en stadsbouw. Volgens mij zijn er twee verschillende dingen. Want er zijn de volkstuinen in Amsterdam, die overigens niet veel gif gebruiken, want dat zei je net. Maar dat is volgens mij, ze zijn allemaal bezig met natuurlijk tuinieren, dus volgens mij is dat niet een bron van gif. Dus dat even terzijde. Maar het verschil tussen de volkstuinen, daar zijn wachtlijsten voor, daar betaal je ook geld voor. Want daar, als het zeker gaat, als het over de recreatietuinen gaat, daar betaal je ook een bedrag voor het huisje dat erop staat. Dat is één ding. De andere tuinen, de buurtuinen, dat zijn tuinen die dat in de publieke ruimte, die eigenlijk om niet, dus zonder een prijs worden uitgegeven aan bewoners. En daar zijn geen, nou, het zijn misschien wel wachtlijsten, maar dan is het de vraag van waar kan het? En daar kan je inderdaad zonder zonder dat er geld tegenover staat mee aan de slag, als er een initiatief is in de buurt. Mooi voor de goede uitleg. Even kijken, ik zag daar een handlucht in gaan. Ja, zouden jullie over staan? En even naam, rugnummer. Ja. Mark Verhoef, ik ben woonachtig en werkzaam in Utrecht-Overvecht. Misschien wel in herkenbare wijken. En wij lopen met dezelfde vragen in Utrecht-Overvecht. Welke vragen zijn dat? Nou, hoe kunnen we de kennis die in die wijk aanwezig is gebruiken om die transitie te versnellen, want daar gaat het volgens mij om. Hè. Mensen hebben heel veel heimwee en mijn vraag eigenlijk ook is, ook naar eigen voedsel. En mijn vraag is, zijn jullie specifiek bezig met het Surinaamse deel van de bevolking? Of ben je ook, kijk je ook naar andere culturen, zoals Marokkanen of Turken, die met dezelfde vragen zitten? Ja. Ja. En laten we niet vergeten, er is ook een heel grote, onder andere Ghanese gemeenschap, maar ook andere West-Afrikaanse gemeenschappen daar. Dank u wel voor de vraag. Ja. Ja, nee, zeker. Dit is een groente. Ja, dat is een groente die. Het heet volgens mij ook dan Chinese spinazie. Dus het wordt ook de Chinese. Je ziet heel veel van die groenten, of het nou aubergines zijn of okra's. Die worden van Oost-Azië tot en met Zuid-Amerika geliefd en gegeten. Dus het gaat wat mij betreft ook om die exotische groentes. Ik denk dat in dat opzicht kan je ook nog prima hier Nederlandse groentes op een exotische manier klaarmaken. Dus daar kun je ook nog heel veel in winnen. Dus wat mij betreft is dat leren van allerlei kanten. Leren van de oude generatie naar de jonge generaties, tussen culturen. Wat kunnen wij leren van de Nederlandse groenten die smaakvol zijn? Wat kunnen wij gewoon in een multiculturele grote stad? En dus, dan is Utrecht, Amsterdam, maar misschien waarschijnlijk ook Parijs en New York. Overal in die steden speelt hetzelfde. Ik wil het geen probleem, maar ambitie of wens. Een verschijnsel. Verschijnsel, ja. Even, ik zie nog een hand in de lucht, maar even tussendoor. Wat ik verrassend vond, is dat een groente die blijkbaar in of op de tropen groeit, even goed hier gewoon buiten groeit. Was u daar niet verbaasd over? Of hoe je ouder? Ja, ik was 5 jaar, dus dat voor mij was het een gegeven. Alles, ja. Alles. Ja, dus ja, maar, nee, maar ik denk, zeker met klimaat zie je dat ik praat toen over 1975, toen was het een stukje kouder. Ja. Maar het groeit en je ziet ook dat dit is een woekerplant. Juist. Dus die woekert in vele klimaatzones. Ja. En volgens Wikipedia 60 variaties, maar liefst. 60 variaties. 6 soorten en 60 variaties. Even kijken. Het is iets dichterbij. Laten we even. Zou je misschien willen opstaan? Ja. Nog een keer naam en rugnummer en dan de vraag of opmerking. Oké. Loes Leetemia, gemeente Amsterdam. En ik vind het een heel mooi project. Vooral ook omdat die aansluiting juist met allerlei verschillende groepen uit de samenleving er is. En de verbinding ook met het eten, wat we toch allemaal heel graag willen doen. Mm-hmm. Wat hebben jullie nodig om verder te komen in dit project?
ik denk dat een van de dingen, hè, toen wij met vanuit Venso, hè, een van de belangrijke partners, begonnen, zei van we moeten erin slagen, wat we willen is om de kracht die in de wijk is, om die te verbinden. Ik denk de volgende stap is, hè, laten we eens kijken, grond is die tuinen, die volkstuinen, hè, kunnen we de producten die van dat land komen op dat platform van markt krijgen? En kunnen we dat dan ook naar de bewoners krijgen? Ik denk dat businessmodel, of ik weet niet of business het goede woord is, of het distributiemodel of het verdeelmodel. Hoe doe je dat nou? En dat het niet blijft tot een hippie-experiment en dan is het afgelopen. Ja. Het is een elitair iets. Juist, dit is niet elitair. Dit gebeurde al in 1965. En mensen waren al zelfredzaam. Ja. En mensen waren al krachtig. Ja. En daar hoort ook bij dat je bijvoorbeeld, hè, je hebt mensen die dat deden, dat in een grijs circuit. Hè, bied dan ruimte voor dat grijs circuit, dat het mogelijk is. En belemmer het niet of maak het onmogelijk. Zeg van, nou, je moet belasting betalen of deze groente, ik weet niet waar vandaan het komt. En is het moet naar een laboratorium om gekeurd te worden voordat je het mag eten. Faciliteer dat lukt, dat het wel werkt. Jij is zeker. Heel leuk vind is dat je, zeg maar, in Indonesië heb je de lembang en dat is de rijstschuur van de gemeenschap. Dus alle rijst wordt daar naartoe gebracht en die wordt verdeeld naar behoeften en grootte van je gezin en wat er nodig is. Zie je zoiets dan ook voor je bijvoorbeeld in Zuidoost, dat soort plekken waar je... Ja, heel graag. Het zou fantastisch zijn als we dat konden... vanuit die verschillende tuintjes, dat het daar naartoe komt en vanuit daar verdeeld kan worden naar de mensen die daarvoor kunnen betalen of de mensen die er misschien minder voor kunnen betalen, maar iedereen een portie goede, verse, gezonde en lekkere groenten heeft. Even een variatie misschien op deze, of een invalshoek op deze vraag. Ik had een tijd gehad om jullie op te zoeken en toen zag ik ook dat er ook, u heeft het al misschien één keer genoemd, over meer de gemeenschapszin die zo'n dat eten of het verbouwen met zich meebrengt. Ik las ook dat het ook voor heel veel vrouwen als een soort magneet werkt en als een soort, bij gebrek aan beter woord, empowerment, dat die vrouwen weer dingen... Kunt u daar iets over vertellen, over de side effects van zogenaamd eten verbouwen? Voor de gemeenschap. Ja, dus ik denk het samen verbouwen. Ja. Ik denk dat het maken, maar ook het verwerken, het koken. En dat echt gewoon een van de... Ook er zijn mensen die zijn eenzaam, er zijn mensen die zijn gezond. En ook Zuidoost, je refereerde, we hebben met Ghanese mensen, Surinaamse mensen, Indiase mensen, Pakistaanse mensen. Als die van elkaar leren eten en met elkaar kunnen eten, dat heel, heel, heel mooi zou kunnen zijn. Ja. En heel veel verbinding zou brengen en ook de buurt mooier en gelukkiger zou maken. En straks als de gentrificatie doorgaat, dan zie je ook straks witte kinderen daar rondlopen die Chinees, Surinaams eten gaan verbouwen. Ja, ik denk dat het nu al zo is. Hè, dat als je in Zuidoost kijkt, het gebeurt al, gentrificatie. Heel veel kinderen in Zuidoost denken dat shawarma en roti typisch Amsterdams eten is. Zou je misschien wel over zeggen, ja. Na mijn rugnummer. Yes, mijn naam is Sarah Smaal. Ik werk als onderzoeker bij Eres Hogeschool in Almere. En we hebben ook wat onderzoek gedaan naar mensen met een migratieachtergrond en hun culinaire erfgoed en hoe dat wordt doorgegeven. Dus, ik vind het een super interessant verhaal. En wat er in die generaties ook naar voren kwam, is dat mensen minder tijd hebben of nemen om bijvoorbeeld uitgebreid te gaan koken. Met stadslandbouw kan ik me voorstellen dat het dezelfde beperkingen spelen. Heb je daar onderzoek naar gedaan? Hoe tijd of... laat het houden op tijd een rol daarin speelt. Ja, ik wil straks nog meer van jullie eigen onderzoek horen. Je hebt al iets gezegd, maar eerst kijken of zij dat gedaan hebben. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar als ik straks met dit bosje groente bij mij thuis kom, is mijn vrouw niet blij. Hoezo niet? Die zal zeggen van, nou weet je, we gaan naar de supermarkt, dan heb je gewassen
gesneden groenten. Dat trek je open en dan zet je in de pan en dan kunnen we binnen 10 minuten eten. Dit moet je wassen, daar moet je de steeltjes van afhalen, de bloempjes van afhalen. En dan moet je 10 keer wassen voordat alles zand eraf is. Ja. Ik denk dat in dat opzicht, bij dat stukje stadslandbouw, die verwerkende keten en het creëren van small business ook belangrijk is. Dus wij zijn naar een maatschappij waar gemak eigenlijk normaal is. Dus enerzijds vind ik het... Weet je, vroeger moest ik die groenten met me... Zaten wij aan de tafel en moesten we het allemaal met elkaar schoonmaken. Ja, ja. Dat was ook leuk. Maar ik denk dat ik mijn kinderen niet meer toekrijg. Dus ik denk dat stukje convenience inrichten... Dat ook deel gaat zijn van die korte keten. Ja. Ja, even kijken, wat is jullie ervaring? Kan je iets ons meenemen naar jullie onderzoek, highlights voor concreet of algemeen? Jawel. We hebben eigenlijk in verschillende kleine projecten interviews gedaan, dus kwalitatieve interviews, waarin we heel erg vanuit de practices, dus de bezigheden, keken van boodschappen doen, koken en eten. En wat is de betekenis daarvan? Welke gemeenschappen waren bijvoorbeeld mensen zoals ik van Iraanse kom af, of Marokkaanse of Turkse? Kan je daar iets van geven? Van Almere, daar heb je alles door elkaar bijna. Ja, divers inderdaad. Iemand uit Iran ook, toevallig. maar divers. Een van de projecten was specifiek gericht op Zuid-Amerikaanse vrouwen en hun kinderen. En het andere project was divers. En als ik zo ver, nog een keer voor de zekerheid. En het verhaal van tijdsbesteding of weinig tijd hebben, dat zag u bij meerdere groepen terugkomen? Ja, en ook wel vooral die jongere generatie die het eigenlijk wel heel graag willen leren, maar dan zeggen van ja, ik heb daar eigenlijk alleen tijd voor op speciale gelegenheden met familie. En dan genieten ze daar ook wel heel erg van, maar niet elke avond, zeg maar. Even kijken, vragen. Ja, ik zie daar. En Mark, uw vraag, dat komt ook naar toe. Maar ik denk, ja, als organisator, misschien als... Ja, ik ga even die kant op. Yes. Ja, naam en rugnummer. John Vlierman, werkzaam bij het ROC van Amsterdam en House of Hospitality. Je noemde al iets over jongeren. Hè? Eigenlijk je eigen kinderen, zo van welke stappen zouden die daar dan in gaan maken. Als je een beetje een doorkijkje maakt en het wordt succesvol, het wordt groot. Zie je ook verbindingsmogelijkheden voor jongeren in Zuidoost om dit ook te combineren met hun opleidingen? Ah, ja. Ja, zeer zeker. Ik denk dat je om echt stadslandbouw tot op een niveau te brengen dat het professioneel, economisch uit gaat komen en ook dat eigenlijk het model gaat kloppen, dat opleiding... He, dus mensen die daar op academisch niveau, he, ik, voor mij spraken een aantal mensen van het onderzoek, dat onderzoek moet doorcijpelen naar het HBO en uiteindelijk naar het MBO. En ik denk dat er een stadslandbouwer 2.0, dat het een professional gaat zijn. Iemand die kennis heeft van de buurt, iemand die met de buurt kan praten en die kleine buurttuinen en die volkstuintjes kan helpen. Iemand die het logistieke proces kan regelen, zodat die groenten daar naar de markten en de winkels en de groothandels komen. En ook de mensen die het kunnen verwerken. Nu zal dat iets minder zijn, maar we gingen steeds meer uit eten. Hè, dus wellicht straks, als het economisch weer wat beter gaat, gaan we weer meer uit eten. Dan moet je ook mensen hebben die lokale groenten op een smakelijke wijze weten te maken. En daar heb je gewoon mensen die daarvoor zijn opgeleid. Dus je hebt straks een stadslandbouwer opleiding op het HBO en op het MBO. Ja, even kijken. Gewoon nog een keer. Sorry, maar deze bestaan al. Warmoederhof is echt een officiële school voor een boer om een boer te worden. Even wachten. Nog één keer uw vraag. Is uw vraag goed ingelost? Nou kijk, ik trek hem in feite wat breder naar het vraagstuk van, in dit geval dan ook van Zuidoost.
even heel overvliegend, is dat Masterplan Zuidoost. En ik kan me zo goed voorstellen dat een initiatief zo grassroots als dit is, met de verbinding met de communities, juist ook een plek kan krijgen voor jongeren die ook in Zuidoost gewoon naar hun opleiding gaan, naar hun mbo-opleiding in onder andere Zuidoost. En dat je hier hele mooie combinaties kunt maken, waardoor je eigenlijk ook voor de jongeren kan zeggen, hoe trots kun je zijn op waar je vandaan komt. En daarmee ook studiepunten halen, zegt u eigenlijk. Studiepunten, keuzedelen, je kan van alles bedenken. Maar de essentie is, zou het een koppeling kunnen krijgen, ook bijvoorbeeld met horecaopleidingen. Want uiteindelijk kan ik me best voorstellen dat hier ook een chef interesse in heeft in het kader van een plant-based opleiding. Helemaal mee eens. Ja. Dus daar moeten we echt naartoe gaan werken. Ja. Vraag je, anders blijf ik even hier. Oh, nou zo, ja, sorry. Even opstaan en natuurlijk na mijn rugnummer. Mijn naam is Adriaan Rekker, ik kom uit Almere. Ik heb zelf ook een moestuin. Ik merk dat het best wel eens lastig is om goed dingen te telen. Het is niet mijn vak, maar ik zou wel graag heel veel meer van willen leren. Bieden jullie daar ook ondersteuning in? Want ik bijvoorbeeld, afgelopen jaren, als ik dit allemaal hoor, was ik op Java. En daar is het zo normaal dat iedereen werkt in die landbouw. Als je maar even een beetje tijd hebt, en elk stukje grond daar om dorpen heen, elke vierkante meter is benut. Daar heb je nauwelijks sier en park en dat soort dingen. Dus alles is, daar kun je denk ik heel veel nog van leren. Maar goed, ook alles daar in de omgeving wordt ook op de markt gebracht. Dus heel veel kennis op dat vlak. Maar bieden jullie daar ook ondersteuning in? Hoe je misschien online bijvoorbeeld, academie, dat vermoeden? Dat is eigenlijk de kern van die academie geweest. Of tenminste toen we begonnen. Op het moment dat je verschillende volkstuinders of tuininitiatieven had, zag je dat een jaar goed ging. En dan met veel enthousiasme werd het gestart. En na een tijdje, dan zaten de luizen in, of het was droog geweest, of die bloempjes, die werden geen vruchten. En dan vond niemand het meer leuk. En dan bleef er een soort verlaten vlakte over met kapotgewaaid plastic. De Stadsplanbond Academie is, we dachten, of we willen eigenlijk mensen die affiniteit hebben met stadslandbouw en daar hun hobby in zoeken of misschien straks hun carrière, hè, dat ze daar ook hun werk van willen maken, die willen we eigenlijk helpen om te leren van hoe kan je nou goed stadslandbouw. Dus deels heeft het te maken met teelt, deels heeft het, hoe ga je met bodem om, hoe ga je om met water, welke plantjes groeien hier goed, wanneer moet je zaaien, wanneer moet je bijmesten. Dus al die kennis, die ligt al deels bij de bewoners in Zuidoost, die willen we inzetten. Wageningen, de universiteit, is top als het gaat in de wereld om voedselproductie. Hè? Onze glastuinbouw, onze telers, dat zijn de beste van de wereld. Ik denk dat je die kennis van lokaal en van de universiteiten met elkaar combineert. Laten we eerst helpen om die eerste groep mensen die aan de slag willen, om die op te leiden. Daarbij willen we ze ook helpen met uitgangsmaterialen en zelfs ook instrumenten of apparaten die je nodig hebt, hè, vanuit die stadslandbouw. En hopelijk kunnen we dan een bijdrage gaan leveren aan die 25% voedsel die lokaal geteeld is. Dus zeer zeker is het de bedoeling om mensen die een eigen tuin hebben, om die met zo'n academie op te leiden. Even voor de volledigheid, kan Adriaan met u contactgegevens uitwisselen en bij wijze van spreken over een paar weken bij u langskomen om te kijken hoe jullie het doen? Ja, heel graag. En ik denk zelfs, dat is het mooie van deze bijeenkomst. Hè. Ook bijvoorbeeld met Utrecht. Hè. En dan hebben we een driehoekje Almere, Amsterdam-Utrecht. Dan zijn we in deze dag al een stukje geslaagd. Ja, driehoek van Bermuda, maar dan in Nederland. Ja, daarachter, ja, Wageningen was dat, geloof ik. Vertical farming. Vertical farming doe ik niet. Ik ben inderdaad Marcel Fijn van Wageningen Universiteit. En ik ben ook betrokken bij dit project. En wat ik, dat is misschien nog niet even genoemd, maar is wat we eigenlijk zouden willen is kijken, kunnen we mensen die nu misschien best al heel goed al op een amateurbasis bezig zijn,
kunnen we die gaan professionaliseren naar misschien professionele tuinders? Ik loop al heel lang mee in de landbouw. De landbouw is natuurlijk een hele witte wereld. Het is misschien wel de witste wereld binnen heel Nederland. Ook de opleidingen voor mensen in de landbouw zijn heel wit. Ik kan me voorstellen dat mensen met een migratieachtergrond zich daar ook niet zo heel gauw thuis zullen voelen. Daarnaast zie je dat mensen soms, zeker mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, nou, daar is landbouw, laat ik zo zeggen, ze zijn niet voor niks deze kant op gekomen. Landbouw heeft ook iets met armoede te maken, niet echt hip. Nou, ik hoop dat we ook in dit project er zover kunnen krijgen dat we een aantal van die mensen de stap misschien niet meteen in een hele professionele tuinder, maar misschien iets tussen amateur en superprofessioneel in. Maar dus mensen die dus net meer gaan telen dan voor hun eigen behoefte of voor hun vrienden, familie. Maar net iets meer ook iets voor die stad kunnen doen. Misschien inderdaad dan ook dat in die stad kunnen brengen. En dan krijgen we ook dat hele verhaal van die logistiek. Hoe krijgen we nou die groente? Hè? Want dat is bijvoorbeeld een bladgroente. Nou, dat moet natuurlijk razendsnel moet dat ergens liggen. Want met deze hitte is het binnen een paar uur is het helemaal weg. Nou, en dat zijn dus hele interessante vraagstukken van hoe kunnen we nou zorgen dat we vanuit een stukje hobbyisme, professionalisme en dan inderdaad de stad voor een deel kunnen gaan voeden. En zeker de mensen in Zuidoost en zeker ook de mensen die misschien een wat moeilijke toegang hebben tot vers voedsel. Denk bijvoorbeeld aan, we zitten bijvoorbeeld ook te denken aan mensen van de voedselbank. Hè, die nu allemaal heel veel blikvoer en andere dingen krijgen. Maar die zouden waarschijnlijk ook wel bediend kunnen worden met vers voedsel. Nou, die kant willen we ook op gaan kijken. Dus kunt u daarop reflecteren? Marcel en ik zit hetzelfde team. Dus dat is. Ik denk één laatste ding. Het hip maken van het, het landbouw. En ja. Ik denk. Landbouw is, het is zwaar werk, zeker met bepaalde temperaturen. Maar we hebben aan de andere kant ook mensen die zeggen van, nou, kijk eens wat een sterke arm ik heb gekregen als omdat ik die schop vast hou. En iedereen houdt, ook die jongere generatie, is best trots op hun eten. En ik denk dat als we die verbinding kunnen maken van wat ligt er op mijn bord, die mooie gerechten en hoe is het geteeld. Daarmee hoop ik dat we het ook weer hip kunnen maken. Ja, even kijken. Ik zag weer daar een land van de lucht ingaan. Ja. Nog een idee over. Het Leger des Heils heeft zoiets, een concept, het heet 50-50. En dan met een naam erachter. Ze hebben dat voor kleding. Dus dat je tweedehands kleding kan krijgen en ook een garderobe hebben als je niet zoveel geld hebt. Maar dat doen ze ook met voedsel. Mm-hmm. Dus misschien zou je daar aan kunnen verbinden. Omdat dat zijn hulpbehoevende mensen. En ze hebben motivatie om te blijven werken aan het project. Ja, klopt. Marcel refereerde net de voedselbank. Hè. We hebben ook met de gemeente daarover gesproken. De voedselbank heeft heel vaak het imago van, ja, weet je, je gaat daar naartoe en je schaamt je eigenlijk om daar te komen. Op het moment dat je dat er goed voedsel, lekker eten is. En misschien ook dat een mogelijkheid is om voedsel voor te verpakken of samen te bereiden. Ik denk dat daar ook een heel belangrijk element in gaat zitten. Om hetgeen wat we produceren ook bij de mensen te krijgen. Van mensen die dat kunnen betalen en mensen die dat minder kunnen betalen op een bepaald moment in hun leven. Ja. We gaan zo de laatste 5 minuten, ongeveer 5-7 minuten in. Dus als je een vraag hebt, graag je hand opsteken, dan laat ik aan. Ik ga het wel liever staan. Ik vroeg me af, dat Stadslandbouwacademie, welke vorm krijgt het? Komt er een demotown of is het alleen maar een klaslokaal waar jullie zitten kennis overdragen of krijgen we iets zichtbaars? Als een moestuin. Ja, helder. Ja. Ik vind dat die grond verkrijgen, dat is een discussie die we samen met elkaar en met de gemeente, of misschien met de gemeentes rond Amsterdam moeten voeren. Dus ik denk dat het op dit moment vooral een platform moet zijn om waar we kennis met elkaar ontwikkelen. Het werk wat jullie al doen. Om mensen op te leiden om te werken op die gronden die dan hopelijk beschikbaar zijn. En volgens mij moeten we samen ook met elkaar lobbyen om als het
in Zuidoost lukt, hè, met die buurttuinen of met die volkstuintjes. Maar misschien moeten we ook kijken naar, naar de deelgemeentes rondom Amsterdam. Om het echt concreet te maken. Maar wat mij betreft is het laten we de kennis bundelen. Om te kijken van wat hebben we nodig. En als we het produceren, hoe kunnen we dan ook in dat idee van die voedselbank. Waar gaan we het kwijtraken? Of hoe gaan we het in de buurt brengen? Dus ik zou het langs die kant. Als je me vraagt, wat kan ik beloven? Vind ik dat grond, dat vraag vind ik nog een van de moeilijkste. Ja. Ik vind het een hele leuke gedachte. Hè? Die zeg maar het demonstratieve of het misschien wat meer een pop-up-achtige. Waar ik even aan zit te denken is, van je hebt de Truiden van Braza. En Miranda Surapati, die, ik ken haar, ze heeft ook een Molukse achtergrond. En zij had de wens om een kruidnagelboom te laten groeien daar. En ik heb ook echt helemaal geen idee of dat kan. Op wat voor grond dat en hoe lang het duurt voor zo'n struik er is. Maar het is wel iets wat heel erg uitnodigend is. Juist om op zo'n plek, die er al is, hè, die is er al. Zij heeft ook een behoefte om meer mensen te betrekken, om met haar te helpen het land te bewerken. En dus kunnen dan dingen bij elkaar komen. Je kan natuurlijk ook denken van, laten we die Stadslandbouwacademie niet per se heel erg zoeken naar een definitieve locatie, maar gewoon een soort van pop-up, dat we eerst reizen door de stad, zodat we het ook een beetje kunnen uittesten. Ja, ik weet dat we in Wageningen slagen we er prima in om vanille hier te telen. Nee, dat kan niet. Van hier gewoon in de open lucht in Nederland. Nee, het is wel in een kas. Oh, gelukkig. Ja, maar maar we kunnen het wel. Ik weet dat in Parijs slaagt men erin saffraan op daken te telen. Dus we hebben hier 750 jaar Amsterdam straks. Dus laten we die kruidnagelboom hier. Ja, ja. Ja. Oké. Misschien de laatste vraag voor een van de organisator van deze dag, Mark. Zou die misschien willen opstaan? Een naam en rugnummer? Altijd officieel. Ja. Mark Frederiks, Local to Local Emt. Wat ik zo bijzonder krachtig vind van je verhaal is dat je rijkdom en diversiteit en overvloed als basis hebt om te groeien. Dus er is een enorme behoefte aan plekken waar je je eigen cultuur kunt vormgeven, waar je kunt zijn, waar je kunt ontwikkelen. Vroeger hadden we die, dat heette gemeenschapsboerderijen. Die hebben we nu niet meer. Hè? Die waren ooit Leger des Heils begon. Vanuit 150 jaar geleden, vanuit de gemeenschappelijke boerderij. Die zoektocht naar hoe bundel je de netwerken en hoe geef je dat momentum? Heb je gekeken naar? Want ik hoorde dat beetje groente 5 euro kost. Er zullen heel veel mensen in Zuidoost dat ook gewoon kunnen betalen en betalen. En zeker als er een feest is het wel doen. Heb je berekend hoeveel geld er eigenlijk in de wijk uitgegeven wordt aan al deze exoten? En hoeveel potentie dat geld eigenlijk heeft om dit aan te jagen? Ja, helder. Ja. Nee, Mark, je hebt niet berekend. Maar ik denk als je kijkt naar het aantal inwoners wat daar is. Ik zag in het afgelopen seizoen zag je dat die groentes werden steeds schraler en schaarser. En nu in de zomer dan leeft het even weer op. Dus ik denk de purchasing power is er daar. Het geld om het te kopen. Ja. En ik denk sommige mensen die letterlijk zeggen van, nou weet je, ik ga 2 dagen ga ik, of 3 dagen, 4 dagen eet ik armoedig om 1 keer dit te kunnen eten. En daar ergens het model in vinden voor die mensen die het kunnen betalen, die mensen die het niet kunnen betalen en de mensen die het produceren, om daar ook een eerlijke prijs voor te bieden. Om daar een economisch systeem voor te maken. Ik denk dat, ja, weet je, als we elkaar daar kunnen vinden, dan zou dat echt een hele grote stap zijn. Ja. We zijn nu bijna klaar. Ik vraag mijn collega om door te schakelen naar de QR-code. Dat spreekt ook allemaal voor zich. Dus als je, we hebben echt genoeg tijd. Dus pak je telefoon, kan je het scannen en dan eventueel een opmerking of een vraag sturen. Dat kan altijd natuurlijk goed gebruikt worden voor de volgende sessies die er hopelijk gaan komen. Maar natuurlijk de allerbelangrijkste vraag volgens mij was, hoe smaakt dat spul dat nu in Nederland, zeg maar, verbouwd wordt in vergelijking met Suriname?
Hoe smaakte het zeg maar in 1975 en hoe smaakt het nu? Ja. Dat is wel een bijzonder. Ik zal straks vertellen hoe je het. Het is heel eenvoudig om te maken. Je wast het goed, dat alles zand eraf, plukt de plaatjes. Ja, je moet het 10 keer afwassen. Goed spoelen, ja. Ja, dat heeft u al gezegd. Ja. Niet 10 keer, maar in ieder geval tot de zand. Ja, dat vindt uw vrouw. Ja. Een beetje knoflook, uien en met een beetje olie, olijfolie, ja. En klaar. Ja. Simpel. Hoe smaakt het? In vergelijking met toen in Suriname. Ja, wat ik vind is dat er zijn op een gegeven moment zijn er heel veel winkeliers geweest, toko-eigenaren, die dit zijn gaan verbouwen in kassen, op kunstmes. En op het moment dat je dan in de pan zet, dan slinkt het niet, dan blijft het hard. En eigenlijk het summum, de meeste, dit moet nog zachter dan spinazie zijn. En dat wordt door de goede volkstuinen, die zeggen het moet dus op koeienmest doen. Oh. En vroeg geplukt. Dus je moet niet helemaal wachten tot met kunstmest de hele grote bladeren en dat je heel veel kilo's hebt. Maar het op organische mest langzaam laten, vroeg plukken en dan eten. Ja, oké, als ik het zo hoor, begin ik steeds meer begrip te krijgen voor uw vrouw. Ja, het is gedoe, maar dan heb je ook wat. Ja, nee, maar je moet ook begrip hebben voor de boer. Of degene die dit teelt, hè, die zegt van, je kan het met kunstmes heel snel heel veel. Ja, ja, ja. Of ik aai het plantje en ik bespreek het met liefde toe. Mooi. Die boer is net zo belangrijk als mijn vrouw. Ja. Mooi verwoord. Ja. Maar ja, dit laatste stukje halen we uit de opname. Voor de, ja, ik wil natuurlijk geen wicht drijven. Echt ontzettend dank voor uw presentatie en meedenken, antwoord geven. En zoals ik hier in het begin zei, heel veel organisaties bij deze dag betrokken. Want het is echt belangrijk om met elkaar in contact te komen. Degene met wie je hier naartoe bent gekomen, die ken je. Ga juist af op iemand die je niet kent. En zeker deze, we hebben nu een gemeenteambtenaar Mahmoud hebben we gezien. Ga met elkaar contact uitwisselen. Het kan alleen maar beter worden. En dank voor jullie participatie. De volgende sessie. Ik vraag mijn collega om terug te gaan naar het programma. Kijk even, mocht je nog niet je keuze hebben gemaakt. Dat is het programma. En dan beginnen we weer op tijd. Hopelijk deze keer echt om 15:15. Maar ik denk dat het moment is aangekomen om de jarige toe te zingen, toch? Ja, lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven. In de gloria. In de gloria. Ibbelbiep. Hoera. Nog één keer, nog één keer. Ibbelbiep. Hoera. Nog één keer. Ibbelbiep. Hoera. Dank jullie nogmaals allemaal. En gaat allen in vrede.